tijdens de vierde Zuid-Amerikaanse Spelen voor sportjournalisten in Colombia is het de Surinaamse vertegenwoordiging gelukt om 9 medailles te pakken. De Spelen zijn gisteravond afgesloten. De volgende editie wordt in 2021 gehouden in Cali, Colombia. Ivan Somerville en Ernie Enig zagen vrijdag kans als tweede en derde op de 200 meter sprint in categorie B, 36 tot 50 jaar, te eindigen. Marciano Zalman pakte brons op het onderdeel balwerpen in categorie C, 50 jaar en ouder. Terence Oosterwolde en Marinho Balsemhoff werden vierde en zevende op ditzelfde nummer, maar dan in categorie B. Suriname eindigde op het onderdeel bowling als tweede in het landenklassement. Colombia won het landenklassement, terwijl Puerto Rico de derde plaats opeiste. Het zilveren team bestond dit jaar uit Marciano Zalman, Quaresinage Sursing, Oosterwolde en voorzitter Desne Romeo van de Vereniging van Sportjournalisten. Nage Sursing kwam ook in aanmerking voor een bronzen medaille omdat hij vrijdag in de ronde van 16e op 2 na hoogste individuele score had, 554 punten. Carlos Artsuza van Colombia was opnieuw de beste, 747 punten, en zijn landgenoot Henry Parra runner-up, 600 punten. Op het onderdeel futsal moest Suriname voor de derde opeenvolgende keer zijn meerdere erkennen tegen Argentinië, het werd 1-5. Net als de voorgaande twee partijen was het weer Somerville die de eer redde. Teamgenoot Balsemhoff miste in de eerste helft een penalty. Zijn inzet werd gekeerd door de doelman waarmee hij Suriname op 2-0 had kunnen brengen. Colombia werd ongeslagen en overtuigend kampioen. Mexico werd in de finale met 12-3 onder de voet gelopen. Door de winst op Suriname pakte Argentinië de bronzen medaille. De Surinaamse vertegenwoordiging keert vanavond huiswaarts.